Een presentatie bestaat uit meerdere dia's. Om een nieuwe dia toe te voegen, kan je een dia selecteren en vervolgens op enter drukken. Vervolgens wordt na deze dia een nieuwe dia toegevoegd. Je kan ook door een, op een dia rechtermuisknop te doen kiezen voor nieuwe dia. Een laatste manier is via het linden. Kan je via start en daaronder dia's nieuwe dia vinden en je klikt op het bovenste knopje. Op deze manier krijg je nieuwe dia's. De drie technieken hebben hetzelfde resultaat. Als we eens naar dia 1 en dia 2 kijken, dan zien we dat daar een verschil zit in wat er al standaard aanwezig is op deze dia. Bij dia 1 staan er twee tekstvakken die echt wel gericht zijn op een titel. Bij de tweede dia zien we dat bovenaan een klein tekstvak staat voor een titel en hieronder een tekstvak met keuzebolletjes voor tekst. Dit heeft te maken met de dia-indeling. Dit zijn eigenlijk standaard ontwerpen waar al enkele attributen aanwezig zijn. Standaard zal je gebruik maken van dit ontwerp met een titel en daaronder een tekstvak voor keuzebolletjes. Je kan de indeling echter aanpassen. Dit kan je doen door de dia te selecteren en vervolgens in het lint onder Start Dias Indeling een nieuwe indeling te kiezen. Op dit moment is er gekozen voor titel en object, maar je kan bijvoorbeeld kiezen voor inhoud van 2. Merk op, hij gaat twee tekstvakken nu onderaan zetten met keuzebolletjes. En zo kan ik eigenlijk zelf gaan kiezen wat de meest interessante indeling is om van te vertrekken. Bij het aanmaken van een nieuwe dia via het lint kan je ook onmiddellijk gaan kiezen welke indeling deze dia moet hebben. Kies je bijvoorbeeld hier onmiddellijk voor alleen titel. Wordt de dia toegevoegd en heb ik onmiddellijk de gewenste indeling. Dit gaat ervoor zorgen dat je dus een klein stapje minder moet gaan doen. Op deze manier voeg je dus dia's toe. Heb je een dia niet meer nodig, kan je deze eenvoudig verwijderen door ze te selecteren en op de delete knop te drukken. Of rechtermuisknop en daar dia verwijderen. Het is eventueel ook mogelijk om dia's te verplaatsen. Dit doe je door de dia aan te klikken en vervolgens te verslepen naar de gewenste positie. Indien je een bestaande dia wil hergebruiken, bijvoorbeeld de titeldia, kan je rechtermuisknop doen en vervolgens dia dupliceren. En vervolgens kan je dan aanpassingen gaan doorvoeren. Op deze manier ga je nieuwe dia's toevoegen en kies je de gewenste indeling om van te vertrekken.